Oké, okay, er is een nieuw hardpoint. Ik moest heel even daar weg. Dat was met iets. Oh, get turned! Oh, get... Oh! Oh, die kill. Yo, de mensen! Tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games for Real. En in deze video gaan wij een potje hardpoint spelen op Nuketown. Met de nieuwe camo op de ICR. Ik weet even de naam niet meer van de camo. Maar het is een fucking zieke groene camo natuurlijk. Lijkt een beetje op de camo die je bij de pre-order dacht ik kreeg. Zeg maar de 100 euro versie dacht ik. En ja, dit ding is... dit wapen is ook nice. Het is trouwens ook de ICR. En hij is best wel sterk zoals je ziet. Maar heel veel mensen gebruiken dit wapen niet meer. Terwijl die gewoon altijd wel echt super nice is geweest. Maar de nieuwe camo. De nieuwe camo, het ziet er fucking sick uit, die groene kleur. Als je hem wat draait, dan zie je ook dat hij lichtgroen wordt. Het is best wel, het is echt... Ik vind dat deze camo echt sick is. Hij beweegt ook helemaal, dus het is echt lijp. Oh, hij heeft mij... Shit, de Man of War natuurlijk, die is veel sterker. We spelen trouwens hardpoint zoals je nu ziet. Op de map Nuketown, er is een game mode in Nuketown, of in Black Ops 3 nu gekomen, dat je Nuketown only krijgt, maar... Dat is super awesome. Dan kunnen we lekker Nuketown spelen. Hoe had die guy mij? Je koppen houden. Waarom killde die andere guy niet eerst? Nou ben ik dood. Oh, maar één. Oké, hardpoint is natuurlijk een soort zone waar je op moet gaan zitten. Wil je de puntjes binnenslepen. Maar iedereen gaat daar altijd op campen. Dus dat is best wel moeilijk. Ik speel met de ICR. Dus niet al te beste Nuketown weapon. Maar ik dacht van, hij ziet er wel mooi uit te campen op dit wapen. Dus ik dacht van, fuck it. We gaan met dit. Hij zit achter het team mee. Oh, waarom heeft hij met dat ook niet door? Ik dacht dat hij beneden zat eerst. Maar hij zat toch boven. Dus dat was een prankie. Nou, die is down. Oh shit. Ja, we moeten even die hardpoint gaan fixen, jongens. Oké, okay, we zitten langzaam. Hebben de hardpoint overgenomen. Oké, okay, teammates. Hij is weak. Teammate, let dan op. Wow, soms snap ik mijn teammates echt niet, hoor. Oké, ja, ik ben persoonlijk niet echt een objective speler. Ik probeer natuurlijk wel voor de win te gaan. Maar ik ben meestal de guy die er omheen een beetje gaat killen. Zodat mijn teammates die hardpoint kunnen overnemen. Maar zoals ik nu zie, gaat het niet helemaal werken. Dus ik moet mijn teammates even gaan helpen. Kom op, jongens. We gaan er even op. Kijk, links. Ik heb hem links. Oké, de hardpoint is... Wat de hel? Oh, hij zit boven. De hardpoint is weg. We moeten snel naar de volgende. Ik ken de rotaties niet echt van hardpoint. Ik speel het ook bijna amper. Nee, in Nuketown, of deze nieuwe game mode in Black Ops 3, kan je zeg maar niet zelf kiezen welke game mode je krijgt. Dus ja, de game kiest het voor je. Je kan natuurlijk wel foten natuurlijk. Oké, teammates, ik ga jullie even helpen. Oké, oh shit. Ze zitten allemaal rechts daar. Dus ik moet eigenlijk een beetje in de garage gaan zitten. Ik zag er al heen. Teammates, als jullie mij niet willen blokken, dat zou ook wel fijn zijn. Nice, lekker teammates. Ik had eigenlijk iets van C4... Oh, wat de hel? C4's moeten aanzetten, zodat ik die op de hardpoint kon leggen. Zoals er... Oh, in onze nek, wat de hel? Zoals er iemand bijvoorbeeld erop gaat zitten, dat ik hem gewoon laat ontploffen, de C4. Maar tot nu toe gaat het wel lekker met ICR. We gaan 17-9, een beetje veel deaths, maar natuurlijk, het is ook een best wel... Ja, Nuketown is een kleine map waar je gewoon wat vaker doodgaat dan normaal. Maar... Tot nu toe gaan... Oké, okay, teammates gooien gewoon smokes. Oké, okay, als het werkt, blijft ermee doorgaan, zou ik zeggen. Oh, nee! Oh, shit! Ik moest reloaden. Ik had nog één kogel nodig en dan had ik hem down. We hebben weer een voorsprong gepakt. Er is natuurlijk een hard... Oh, wat de hel? Hij zit hier binnen. Er is een switch van hardpoints geweest nu. Dus nu moeten wij even weer de boel bij elkaar gaan pakken en naar de nieuwe hardpoint gaan. Dus ik ga er alvast op. Connected armor geactiveerd. Hoppakaas. Oh shit, naast ons teammate. Oh my god. Soms snap ik niet hoe mensen nog mij kunnen killen. Op hun scherm zou ik dan waarschijnlijk nog staan. Maar bij mij zat ik al achter die auto, weet je wel. Dat is gewoon een beetje ruk. Ik heb trouwens geen fast max erop staan. Wat misschien wel handig was geweest voor de ICR natuurlijk. Maar tot nu toe gaat het nog wel redelijk. Er zit er weer één in het huisje hier. Die loopt helemaal door. Oh my god. Ik zag niet eens waar ze allemaal zitten, jongens. Kom op, teammates. We moeten dit winnen. We staan voor... Alleen het is wel echt een close potje, denk ik. Want onze teams zijn allebei wel, denk ik, ongeveer even goed. Nee, ik ben gestunt. Oh my god, teammate. Oh! Fucking hell, ouwe. Dat stunnen. Ik heb geen tactical master aan op deze class. Ik speelde nooit echt met de ICR. Maar ik dacht van, fuck it. We gaan gewoon een keer met dit wapen spelen. Maar één mag ook wel wat beter zijn, hoor. Jongen, jongen. Ik heb hem, teammates. Oké, hun zitten nu op de hardpoint. We moeten eigenlijk weer even terug gaan komen. Oké, de ICR. Nice. Ik heb hem. Oké, okay, jongens, kom op. Ga. Ik heb trouwens de UV, de Lightning Strike en de Hellstorm aanstaan. Natuurlijk
Een random granaat. Oké, okay, leuk. Natuurlijk voor de hardpoint, als ze er allemaal op zitten, gooi gewoon die hailstorm erop. Moet ik hem natuurlijk wel halen. Hij heeft zo'n vieze. Hij had daar een vieze headglitch ooit. Je zag alleen maar zijn hoofdje. Alleen maar. Ja, de enemies komen nu vies terug. Dat is wel jammer. Ja, shit, ouwe. Shit, ze zitten hier binnen. Wat de hel? Ik zie helemaal niks. Kutsmoke. Ik ga eruit. Kom op, jongens. We kunnen dit. Er zit nu niemand op de hardpoint, maar ze zitten allemaal hier, daar. Ze komen nu allemaal via hun spawn. Oké, nu moeten we... Oké, oh shit, er is een nieuw hardpoint. Teammates, ga erop, ga erop. Ik heb hier wel, hoop ik. Ik probeer zo lang mogelijk niet. Oh, nee, nee, nee. Oh shit, hij had de AN. Oh, ik dacht, die gunfight ga ik sowieso verliezen. Oké, wat er nu aan de hand is, is dat wij nu flinke voordeel hebben van hardpoint rotatie. Want hij is bij ons gespawnd, in plaats van waar hun zaten. Dus dat is super chill. Dus mijn teammates zitten er nu ook al op. Ik heb mijn teammates. Oké, ik ben er nu een beetje omheen aan het verdedigen. Zodat ze zo... Mijn teammates zo lang mogelijk op die hardpoint kunnen blijven. Alleen, we gaan wel dood. Oké, shit. Ik moet ze even helpen. Oh, easy. Nee, oké. We gaan hem nu kwijtraken. Dat denk ik. Ja, wij spannen nu hier. Hun hebben nu de hardpoint. Oké. We kunnen nog steeds doorgaan. Oh, joh. Die je kop houden. Dat daar. We spelen tegen twee man party. Die kunnen nog wel wat. Die kunnen nog wel wat. Oké. Even denken. Ze zitten... Ja, hun hebben deze hardpoint lijp, ouwe. Dit is een beetje kut. Fuck it, we proberen het gewoon. Erop gaan zitten. Hoppakaas. Daar. Oh shit, ik ga er weg. Oké, okay, er is een nieuwe hardpoint. Ik moest heel even daar weg. Dat was nog iets... Oh, get turned! Oh, get... Oh! Oh, die kill. Joefietje. Die kill was te vies. Ik ga dood. Oh my god! Die kill was echt heel erg vies. Oh, die vent dacht dat ik hem easy had, hè. En die ECR popte hem gewoon nog even. Dat was een sicke kill. Dat was echt een nice kill. Nice, die hebben we. Boven, jongens. Die heb ik ook. Oké, okay, jongens, ga op de hardpoint. Was dat een line? Nee, ze hebben hem nog. Oké, okay, nee, dit was wel een lightning strike. Nee, dit meen je niet. Dat meen je niet. Hoe ik daar... Huh? Hoe kon ik daar doodgaan, jongens? Wat de hel? Ik was gewoon al lang binnen. Ik was gewoon vies in de woonkamer al. What the fuck? En die ECR, jongens. Ik vind het echt nog wel een nice wapen, hoor. Oh, mijn aim is alleen niet zo heel nice nu. Even denken hoor. Oh. Nee, niet mijn turnen. Oh, dacht er niet. Hij wou gewoon mij turnen. Ik had dat toen straks ook geturnd. En die guy dacht van, dikke payback. Hij snipt gewoon opnieuw. Wow. Oké, als hij het goed kan, dan kan het. Maar ik zie niet echt dat hij heel erg beans gaat ofzo. Want ik kill hem wel deze. Granaat. Ah ja. Kut, die granaat maakt hem al heel weak. Oké, teammates, we moeten even van een afstand gaan beschieten. Zodat... Oh, nice, die mees. Hij snijdt, hè. Hier komt er een. Daar, die. Even reloaden, jongens. Nee, 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 nee. Oh, shit. Oké, okay, we gaan wel nice houden. Ze zitten ook daarbovenin te campen zometeen. Dat is natuurlijk logisch, want ze proberen via het draapje kunnen ze easy namelijk op die hardpoint richten. Oh, we hebben een sentry gun. Dat is chill. Dat is heel erg chill. Teammates, lekker bezig, man. Ze hebben er een sentry gun neergezet, zodat... ze eigenlijk bijna onmogelijk op die hardpoint kunnen gaan zitten. Dat is super awesome chill, jongens. Oh, ik ben dood. Hij is overgeswitcht naar de dingo, jongens. Ik heb alleen nog 0 keer echt mijn lightning strike en mijn hellstorm gehaald. Wat ik best wel jammer vind. Eigenlijk moet ik op de hardpoint gaan zitten en dan gaan schieten. Dat ik dan sneller mijn scorestreak krijg. Bijvoorbeeld nu. Dit is nice. Ja, dan moet er niet iemand vol... soms die auto 1, dat je zeg maar je auto assist, zou ik maar zeggen. Kijk, dat is zo bullshit hoor, soms. Dan richt je op iemand anders en dan gaat er opeens iemand voorbij je. En dan ben je dood, want je richt... Die guy die voorbij springt, daar ga ik opeens op richten, weet je. Terwijl ik niet eens op hem wou richten. Ik wou gewoon die guy daar iets verder weg hebben. Oh shit. Oké, okay, nice teammates. Die sentry kill doet ook nog steeds zijn werk. Is dat dood? Die sentry kill is echt, echt heel nice nu. Ik ga pushen. Oh, dat was niet slim. Oh, dat was heel... Nee, oké. Okay. We hebben 59 kills. Ik wil gewoon sowieso voor de 60 gaan. Dus, dankjewel. Ja, ik... ja, het is een beetje meh. Ik dacht er niet, vriend. Ja, ja, ik ga een beetje te veel dood nu. Ik moet iets rustiger denk ik spelen. De sen... Oh. Ja, 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 ja. Hun hebben best wel een goede aim, hoor. Dat is het wel. Dat is wel jammer. Oh, die vieze headpits daar weer. We hebben Severus. Ja, mijn teammates halen de hele tijd de scoreschiet, maar ik niet. Nee, dat niet, vriend. Ja, ik wil eigenlijk ook een scoreschiet halen, maar dat lukt me niet, hè. Oké, ja, we staan live voor. Heel even daar weg.
Ja, ze zitten allemaal op de hardpoint. Ik laat ze er nu wel even op. Zodat het potje natuurlijk iets langer... Dat was raar, want ik schoot hem veel vaker en hij had hem. Ja, hij had de VNP, dus veel sterker van die afstand. Ik word gefucking Argus. Dat zie je al gelijk. Ze beginnen weer met wat slechtere wapens te spelen. Omdat ze sowieso al zien dat ze verliezen. Alleen, we moeten het niet weggeven, jongens. Want ze kunnen natuurlijk terugkomen. En dan zijn wij de lullen. De lullen. Ah, ik snap het niet, hoor. Ze campen zo hard. Dat vind ik het enige jammer aan hardpoint. Natuurlijk dat iedereen toch op die fucking hardpoint campt. Natuurlijk logisch, maar het is wel irritant. Hij zit hier op de trap. Hij zat hier op de trap. Inact teammate. Hij heeft de ICR. Of Yo, ik ben echt slecht geworden met die namen van die wapens in Black Ops 3, man. Hoe heet dat ding nou ook weer? Is die... Ik weet het niet eens meer, jongens. Ik heb wel een lijpe triple kill daar weer, hoor. Ik weet niet eens de naam meer van de wapens, man. Ik ben dat echt helemaal weer vergeten. Sorry, ik wou die guy daar iets verder weg hebben. Anders ging hij weglopen. Ja, vriendje kan omlopen. Wow, wat een gozer. Oké, okay, we hebben onze kleine strike en Hellstorm. Die gaat wel lekker hier, hoor. Holy shit, dat einde. Holy damn. We hebben trouwens easy gewonnen met 75 kills. En 33 deaths. De deaths mochten wel wat minder. We speelden natuurlijk met de easy. Niet de allerbeste wapen op Nuketown. Maar dit wapen is nog wel sterk, hoor. Ik zeg het je eerlijk. De dingen, je kan er nog gewoon mee spelen, hoor. Ja, dit was nice. Ik zweer het. Die groene camo is natuurlijk ook super awesome. Ik vind die camo er echt sick uitzien. Dus natuurlijk, ik heb nog geen groene bewegende nice camo. Dus ja, ik ben hier zeker blij mee. En ja, dit was de video eigenlijk. Hopelijk vond je deze hardpoint met de nieuwe camo op de ECR video leuk. Vergeet dan niet zeker een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later, mensen.